en wel een hele goede middag alweer. Het is vandaag alweer zondag 9 februari. Ja, het is nou net 2 uur geweest, wat je ook wel kan zien achter bij mij. Op de klok. Ik sta inderdaad met mijn jas aan, wachten op Ro. De hondjes gaan zo de gang op. Wij gaan even ons oriënteren op iets leuks. Maar daar vertel ik wat later wat meer over. Want we gaan sowieso kijken voor, ja, iets leuks. Ja, maar wat, vertel ik nog niet. Wij weten het al wel, Ro en ik. Wij gaan dus vandaag niet naar Miljuska, nee. En die kookt ook vandaag weer. Maar daar gaan we dus niet naartoe, nee. Maar wij gaan wel wat anders leuks doen. Dus blijf gezellig kijken, sowieso. En dan merk je het vanzelf waar we op zoek naar zijn. Daar is nog plek ook, kijk. Daar, wat een mooie plek. Heel mooi plekje. Zo, schat, hi. Waar zijn we nu? Bij het tuincentrum. Ja, en wat gaan wij daar doen? Kijken. Naar wat? Naar diertjes. Oh, naar diertjes. Onder andere. Oké. Okay. Naar een hokje. Oké, nou, we gaan nog verder van niks staan. Wat? Nee. Maar dat komt later in deze vlog. Kijk naar plantjes. Tuincentrum. Spoort ook echt niet, hè, jij. Wat gaan we doen, tuincentrum? Nou, kijken naar plantjes. Toch? Ja, precies. Oppotservice. Oppotten. En niet oppotten, maar een oprotservice. Oh. Een oprotservice, schat. Mm-hmm. Ah, leuke vogeltjes. Kijk nou. Er hoef je helemaal geen, maar helemaal niks geven. Ja, dat is fijn en bij de kassen. Ah, nou dat is leuk. Een eikel. Ja, precies. En dat ben jij ook bijna half, hè? Nee. Nee hoor. Zo, je hoort het gewoon gieren, joh, hier. Nee. Dat dit blijft staan hier, joh. Oh, wauw, hé. Dit is gaaf. Kom op. Dit is gaaf. Ja, dus, maar hier. Nou, en wat we zoeken hebben ze dus hier niet. We gaan dus nu de winkel zo meteen verlaten. En we gaan op naar de vogelkelder. We zien jullie daar. Zo. We
zijn bij het Zwarte Paard, Scheveningen. Welke wind? Zo. Zandstormpje. Ja, bijna wel. Ja, echt hè? Helemaal geen storm. Heerlijk, toch? Lekker uitwaaien op het strand. 130 km/u. Nou, welke? Weet het niet. Ja, precies zoiets. Wauw. Mooi, oh ja, schat, het is zand, hè? Mafkees. Die is gek. Is er een hond? We zullen eens even kijken op, weer gaan zo weer naar boven, even kijken op regio 15 waar. Ze zijn aardig bezig hier, met maken.
Ja, rechtdoor. Daar heb je een dorpels. Ja. Zo. Zo. Komt die wind naast me langs. Zo dan. Oh, mama. We zijn hier lekker bezig. En daar is wat gebeurd. Daar zie ik knipperlichtjes knipperen. Wat is er gebeurd dan? Een ongelukje. Ze zijn hier wel lekker bezig, hè? Dit was de vorige keer ook nog niet eens. Wat zijn we hier aan het doen dan? Je mag nou niet meer rechtdoor. Rechtdoor rijden. Hm? Het is helemaal afgesloten, hè? Lekker rustig. Daar mag je dus niet meer door. Oké, zo. Oké. Handig. We hebben hier een auto voor ons. We rijden hier nu 66 terwijl je 80 mag. 7XZH43. Ja. Een beetje de is handig. Is toch? Niet helemaal met de rijden bezig. Nee. Nou, daar hebben we Lady en daar hebben we Beauty. En daar hebben we Ro, gezellig. Hoi schat. Hoi. Hoi, hoe gaat ie? Je moeder echt bij meertje. Mooi. Leuk. En daar hebben we Lovely en daar hebben we Speedy. En Draakje weet ik niet. En toen hadden we hier. Dit is Charlie. En waar hebben we Whisky? Whisky die zit binnen in het hokkie. Ja mensen, we zijn twee huisdieren rijker. Oh kijk schat, en daar hebben we Draki. Hé hey, schat. Huh? Nee, kijk hier. Charlie, en die is al eens hokkie uit hoor. Die zit hier al. Ja, kijk daar is ik al de hele beest. Oh, het gaat nou snel daarin. Ja, ja. Een hele goede morgen. Het is dan al wel weer maandag 10 februari. Ik ga zo meteen de vlog afsluiten. Maar eerst wil ik jullie even voorstellen aan onze nieuwe aanwinst. Dus ik zou zeggen, even kijken. En tot zometeen. Nou, deze roedel kennen jullie al. Lady, Lovely Beauty, Speedy en Draki. Maar, we hebben hier een kooi. Dit is Whisky. En die daar in het hokje, dat is Charlie. Ik zal jullie fles even goed neerhangen. Zo. Hé, hey, Whisky. Hi, kerel. Ze gaan nu af en toe al het hok uit. Alleen ik wil ze hier vanaf hebben, want ik wil ze eigenlijk daar hebben. Maar eerst moeten hun er even een beetje aan wennen. Ik ben net wakker. Het is 11:30. Al vanaf 11:00 ben ik wakker. Hi, kind. Ik ga nog wat spruitjes voor je pakken. Voor jullie. Ik heb net het hok verschoond. Ja. Dat heeft niet op de rommel, mensen. Echt. Het ziet er niet uit. Dat weet ik. Kijk. Dat vinden ze ook altijd lekker. Spruitjes. Ja, dat vinden ze lekker. Ja, maar dat is niet voor jullie. Nee.
Leed, ga zitten. Ga eens maar zitten allemaal. Alle drie. Dank u. Ja, ik heb gelijk een foto van jullie gemaakt. Ja. Ik doe deze even open. Hi, kind. Ja, het is allemaal eng. Ik weet het. Ik leg het gewoon hier lekker neer. Eentje daar. Nou, ik doe gewoon lekker twee. Jullie mogen er ook wel wat voor doen, hoor. Ze zijn nog een beetje bangig, maar... We hebben ze gisteren opgehaald. Dus dat bedoelden we eigenlijk gisteren. Ik zal het zo meteen zeggen waar we ongeveer ze op hebben gehaald. En nou, dat is dus whisky. Deze hier. Die is niet zo heel bang. Ga eens maar zitten. Zitten. Jij ook. Zitten. Zitten. En... Deze hier. Met dat wit-bruin, dat is dus whisky. Maar dat zwarte, dat is dus Charlie. Ja, nou, wij waren dus gisteren even op weg om eigenlijk op zoek voor een cavia's. En bij de diverse winkels, zoals de Vogelkelder en de Bosrand. Maar ja, overal waren er geen cavia's te koop. Dus toen zei Rauw van, weet je wat, dan gaan we gewoon lekker op en op Marktplaats kijken. En verrempel, daar zag ik dus dat er dus een gezin twee cavia's had. En nou ja. Hun zoontje die was helaas allergisch, want die kreeg huiduitslag. Dus, nou ja, met alles erop en eraan hebben we €75 moeten betalen voor alles. Dus dan hebben we dus die drie witte curveboxen. Echt alles. Kooi hebben we. Twee cavia's. Het huisje. Voerbakje, drinkersflesje. Dan hebben we hier, ja, ik ben er helemaal aangekleed. Dan heb ik hier dus hooi in deze bak. Ja, lady, wat is dat allemaal, hè? Heb ik hier dus een reismandje met voer en wat lekker. En hier zit dus de bodembedekker in. En dan moet ik even kijken van welke bodembedekker wij gaan doen. Want hier zit dus nu houtkorrels in. Maar dat vind ik eigenlijk twee keer, drie keer niks. Ik ben eigenlijk van vroeger zaagsel gewend. Dus ja, maar eens even afwachten. Nou, dat is dus whisky, jongens. Ja. Goed zo, dat is braaf. Nee. Dit is braaf, dit is heel braaf. Wat ga jij doen dan? Wat ga jij doen dan? Nee? Wat ga jij doen dan? Nee? Nee. Zometeen, straks. Straks lopen. Straks plasje poepen doen. Straks. Straks lopen. Straks lopen. Lady, straks lopen? Nee. Hey. Straks lopen. Nee. Ga eens maar zitten. Ja, zitten. Ja. Ga maar zo aankleden. Wat is dat, meisje? Ja, cavia's ben jij wel gewend, hè? Ja.
Ze zijn weer terug in huis. Ja. Alleen het zijn nieuwe. En jij doet ze niks, hè? Nee. Je bent het wel gewend. En toen nog bij Mies. Hier, had ik ze ook. Ja. Had ik ze ook. Je hoeft niet zo te piepen. Zeg maar, ja, maar dat is nieuw wat ik allemaal hoor. Dat is niet leuk. Ze moet eraan winnen, maar oké. Die vond ons nog even niet zo leuk. Nee. Ja, maar lieve mensen, ik ga de vlog afsluiten. Namens ook Roderick willen wij jullie bedanken voor het kijken naar deze vlog. Weekendvlog, vonden jullie deze nou leuk? Ik zou zeggen, doe vooral een blauw duimpje omhoog. Vergeet dan niet te abonneren en laat een leuke reactie achter. En dan zeggen wij dankjewel en tot de volgende keer van een mooie weekendvlog. Wat weten we nog niet? Dat komt wel. Laters. Doei.